adviseren met een maatje meer. Ontzettend leuk, maar er zijn een aantal regels waar je je handig aan kunt houden. Klanten met een maatje meer vinden het vaak helemaal niet leuk om voor de spiegel te staan. Probeer dat dan ook te ontwijken, of maar heel kort. Maar andere dingen zijn ook heel erg belangrijk. Wat doe je als een klant uit de paskamer komt? Dat is een heel belangrijk moment. Ik laat het even zien. Ilona, kom maar. Heel vaak kan je zien dat de klant voor de spiegel staat en dan sta je als verkoopmedewerker hier een beetje in de hoek. En dat is eigenlijk ook wel lekker, want je kan heel goed kijken wat er gebeurt. Maar voor een klant is dit best heel beoordelend, want je kijkt van top tot teen wat ze aan heeft en dat voelt soms wat vervelend. Wat veel handiger voor jezelf is, als je achter de spiegel gaat staan en samen met die klant gaat kijken hoe dingen zitten. Wat nou leuk is, dat wij samen gaan kijken. Wij kijken samen naar jouw figuur en samen naar jouw jurk. En daarmee kunnen we precies aangeven waarom deze jurkje zo goed staat. Het gaat niet om mij als verkoopmedewerker, het is veel minder bedreigend. Probeer het eens in je eigen winkel.